Hoi jongens en meisjes, mijn naam is Delani en vandaag doen we een nieuwe challenge. Wie kent mij het beste? Mijn zusje. Gwendoline, mijn favoriete is friet met mayonaise en appelmoes en poffertjes met stroop en poedersuiker. Ze is 7 jaar. En mijn broertje Oliver. Hoi, ik ben 7 jaar. Mijn lievelingskleur is rood. Ik heb zelf ook een kanaal. Die heet Oliver Olly. Oké, nu we dat weten kunnen we over naar vraag 1. Oké, in hoeveel huizen heb ik gewoond? Antwoord. Oké, nu ga ik de antwoorden laten zien. Oké, het eerste antwoord was 4. Dat is, weet ik niet. Tweede antwoord is 3. Dat is van mijn broertje. Deze is van mijn zusje. En het goede antwoord is blauw. Woehoe, hier in het blad. Oké, vraag 2. Hoeveel volgers heb ik op TikTok? Antwoord, let's go. 108. En even onze bukken. En 645. Dit kunnen jullie niet zien, maar dat boeit niet. Jullie hebben het allebei fout. Ik heb 37 volgers op TikTok. Dus verder boven. Op naar vraag 3. Oké, vraag 3. Wat is mijn lievelingseten? Er zijn 3 antwoorden goed. Oké, 3. Wacht, nee, ze moeten heel veel opschrijven. 8, 7, 6, 5. Er zijn 3 antwoorden goed. Nee, dat maakt niet uit. Je hoeft geen 3 op te schrijven. 2. 1. Ben je klaar? Ik ben klaar. Oké. Ik heb 3 antwoorden opgeschreven. Oké, de antwoorden zijn dus macaroni, lasagne, pizza. Die 3 zijn niet alle 3 goed, maar dat maakt niet uit. En pizza. Nou, ik zal jullie zeggen, jullie hebben het allebei goed. Want er staat allebei 1 van mijn lievelingseten tussen. Oké, de volgende vraag is, welk kledingstuk draag ik het liefst? En je ziet Oliver niet. Even de camera overzetten. Nu ga ik de antwoorden laten zien en moet de cameraman even knippen. Oké, dames en heren, de antwoorden zijn een broek, die staat helemaal nergens op, en een trui, en die slaat wel ergens op, want dat is goed. Oké, vraag 5 en gelijk de laatste vraag. Wat is mijn lievelings-YouTuber? 10 seconden. Niet afkijken. Zo. Oké. Nu gaan we naar de antwoorden.
Oké, jongens en meisjes. De antwoorden zijn... Dylan Hagens en Calvin. Het staat er in ieder geval op, maar dat doet niks. Het goede antwoord is Calvin. Dat betekent dat de eindstand is bepaald. Eén van jullie heeft gewonnen. Laat het achter in de reacties als jullie goed hebben opgelet in deze video. En trouwens, Calvin, als je dit kijkt. Doei!